Ja, ik vind het gewoon super dat Rabo een vrouwenteam heeft opgestart. Dat wij aansluiten bij de jarenlange ervaring die ze al hebben bij het mannenwielrennen. Ik verwacht een stuk professioneler, omdat je toch meegaat in de structuur die Rabobank al heeft staan. En ik denk dat daardoor het vrouwenwielrennen ook op een hoger plan kan komen te staan. Daar ben ik heel erg blij mee. En het geeft ook een nieuwe impuls, denk ik, weer voor het nieuwe jaar. Ja, dit jaar wordt gewoon heel speciaal jaar met de WK in eigen land en de Olympische Spelen. Afgelopen jaar had ik echt het doel om voor de wereldbeker te gaan. Dit jaar zal de focus wat meer liggen op de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. En ja, nog wat meer ook op de eendagse klassieken. Ik ben niet een van de meest ervaren renners. Ik zit nog niet zo, ben niet jarenlang in het wielrennen, maar toch ondertussen al wel grote wedstrijden gewonnen. Ik hoop gewoon de professionele instelling die ik afgelopen jaar van heb geleerd, zeg maar, dat je dat over kan brengen op de jonge renners. En ook het enthousiasme voor het fietsen en de liefde voor de sport. En ook gewoon wat we afgelopen jaar ook hadden, en dat hoop ik dat we ook dit jaar houden, is dat we hadden een hele goede balans in ontspanning. En ook in de wedstrijden gewoon heel serieus koersen, maar ook daarnaast gewoon relaxed zijn en heel veel plezier hebben in het wielrennen. En vanuit die situatie presteren.